Hartelijk welkom dames en heren bij de tweede aflevering van No Limits Build Tutorials. We zijn weer terug in ons achtbandje en we vertrekken al, want ik wil nog eens even laten zien wat we ondertussen hebben. Wij hebben dit optakeling gedeelte helemaal voltooid. We gaan best hoog zoals jullie weten. Als je de vorige aflevering niet ziet, moet je even kijken hoe we dit gemaakt hebben. We maken een flinke daling, we maken een coaster in de type van de Go Light. Dus een hypercoaster is dat. We maken flink wat dalingen en weer wat opstijgingen. Dan komen we hier in een bochtje. Dan gaan we weer een soort van schuine daling maken. En we gaan weer up. En dan stoppen wij na de tweede daling. En dus moeten we nu gaan verder bouwen in deze aflevering. Dan gaan we dat ook doen. Even helemaal doorgaan naar achter. We zitten ver achter, zie ik. Oké, we zitten nu hier. Dus ik denk dat wij weer een bocht gaan maken, maar dan een grote bocht, dus add vertex, dan doen we klik en ik zie dat we nu naar onder gaan, dus dat mag niet. Oh, ik klik verkeerd eigenlijk, ik moet op dit zijn, ik moet op perspectief. Ik moet even kijken, want nu heb ik het dus, hij gaat nu helemaal naar onder, dat mag natuurlijk niet, want ik wil dus een bocht maken en die moet recht blijven natuurlijk. Kijk, ik ga nu recht naar onder, dus dus gaan we eens even mooi recht blijven houden. En wel even zo recht zetten. Probeer als het nu wel doet. Oh, chips. Ctrl Z was het. Goed, we gaan hem eventjes. Dus een grote bocht gaan we erin maken. Zo, een hele grote bocht. Dan gaan we erin maken. Je ziet natuurlijk nu dat hij niet smooth is. Nu moet ik wel weer helemaal met deze doorgaan. Naar waar we zaten. Fucking kut. Kunnen we dat niet met een knopje tot we het einde kunnen? Yes. We moeten wel even controleren. We moeten dus nu eerst snel met shift doorgaan en dan zien we de baan nog eens. Dan gaan we dus weer laten zien hoe het komt. Waarom je altijd met smooth en dan anders krijg je natuurlijk die heel erg ambetante ja, knikken in je bocht. En dat is natuurlijk niet leuk en helemaal niet vloeiend. Want dan komt er allemaal sowieso tot stilstand te staan en dan ja. Dan heb je sowieso letsels, om het zo te zeggen. Hier maken we dus die schuine bocht. Dan moeten we weer een daling maken. Dan doen we weer een stijging. Een daling. En dan komen we bij de bocht. Oké, let op. Klik, 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 knik, knik. We gaan nu terug naar het einde, naar het begin van de bocht. We weten wat we doen. Oh, wat doe ik nu weer? Ctrl Z. Goed. We selecteren de bocht. We gaan naar element en we drukken op de pump verticals en dat staat dus ook bij als je erop gaat van smooth. Dan gaat hij dus het bochtje heel mooi smoothen. De bocht gaan we natuurlijk weer schuin laten hangen, dus we kunnen onze rol weer gaan uithalen om hem schuin te laten gaan. Je gaat ook zien wat hier nu gaat aanpassen. Let maar op, hij is bijna voltooid. Hij gaat ze dus dadelijk ook weer aanpassen en kijk eens aan, hij is zich aangepast. Ik heb het zien bewegen. Kijk eens aan, de bocht is nu helemaal smooth. Meer moesten we niet hebben natuurlijk. We pakken terug onze edge roll en we gaan de bocht berollen, om het zo te zeggen. Zo, 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 zo. En we klikken hier nog een keer als het kan. Ja, goed. We gaan terug naar het begin van de bocht, dat is hier. Dubbelklik, dubbelklik, dan krijgen wij het rollpoint menu. Als we, hopelijk gaat hij nu niet uitflippen. Nee, hij flipt niet uit. Dan druk je dus in dit geval op No Ledge GeForce en dan gaat hij zelf een bocht maken en nu flipt hij weer uit. Dus dit was mijn 14, dus moeten we hier een 15 van maken. Van dit ook, dus mijn 15, ik kan Ctrl-C doen. We gaan het hier gewoon ingeven. Heeft hij nu eigenlijk al gepakt bij deze? Nee. Ctrl V, Enter. Apply. Apply. Steeds nu ook wel? Nee, zie je, die is dus ook niet gepakt. Hup. We moeten natuurlijk niet al te schuin hangen. Gewoon een beetje schuin is al oké. Okay. Min 15, min 15, min 15. En dan nog hier één keer. En dan is dit dan min 14 en klaar.
Goed, wat we dus nu hebben is het schuin bochtgedeelte opnieuw terug laten komen. Dat is voor de tweede keer al dat we een schuin bochtgedeelte hebben, maar ik zie hier eigenlijk wel ja, dat we hier nog niet zo lang stuk hebben. Dus ik ga hem hier even wat uittrekken. Dan gaat dit wel wat smoother zijn, denk ik. Althans, dat hoop ik, maar oké, we doen de rol een beetje terug, dus voilà. We gaan hier van het backperspectief naar het left of right, hoe je dat wilt, maar helemaal geen zak uit. En dan komen wij dadelijk, hoop ik op het juiste, nee dus, we zitten niet juist, we moeten toch naar het backperspectief. Want hier zitten wij te werken. Nee, nou even naar het front. Dan zitten we aan de juiste kant te werken tenminste. Voilà, kijk. Hier is een speeltje, nu zitten we ook aan de juiste kant te werken. Ik kan hem ook al een beetje naar onder laten gaan. Add roll niet, maar add vertex. En dan is een hypercoaster, dus die mag wel heel wat dalingen doen. Dat weten jullie natuurlijk ook wel. Je moet wel rekening houden met deze as, want dit is de as. Als je eronder gaat, ga je onder de grond. Dan moet je natuurlijk wel rekening houden dat je dat niet gaat doen, want dan moet je met tunnels gaan werken en zo. Op zich kan dat natuurlijk wel allemaal. Oké, ik ga nu een spiraal proberen te maken naar boven. Ik ga eventjes bekijken hoe de baan eruit ziet. Ondertussen pak ik de rol gewoon mee, want jullie zien nu dat de baan hier dus schuin hangt en daarvoor dient dus de rol. En dan komt hier al weer rechts. Overal waar we hem adden, moet ze op verschillende plekken gebeuren, zodat hij helemaal links is. Als hij helemaal gerold is, gaan we hem weer smoothen en dan gaan wij een spiraal proberen te maken naar boven. Oké, we gaan dus nu de baan smoothen. Vanaf, moet ik even kijken waar, ik denk dat we hier nog, waar gaan we nog schuin. Oké, dus vanaf hier moet dat zijn, dus vanaf dat bolletje, vanaf dit bolletje, zo, terug naar element en op die pump. En dan gaan we nu weer smoothen, zodat de dalingen en de hellingen omhoog ook mooi smooth zijn. We zien wel een heel duidelijk hoogteverschil hier, dat hier veel hoger gaat, dat hier wat laag is. We gaan nu een spiraal naar boven proberen te maken. En dan gaan we richting het einde ook weer op en af, op en af, op en af. En dan doen we aan het einde nog een bocht. En dan gaan we zo een mooi einde proberen te maken. Ik weet niet of we in deze aflevering de hele baan afkrijgen. Ik ga proberen van wel. En dan loopt hij maar een klein beetje uit. Maar dan hebben de baan in ieder geval af in deze aflevering. Want dan hebben we er twee afleveringen toch wel over gedaan ook. Dus kijk, als de baan zich een beetje wil aanpassen. Ja, een klein beetje, maar maakt niet uit. Oké, we gaan dus nu hier een spiraal proberen te maken, zeg ik. Ik zeg heel duidelijk proberen. Add vertex. We gaan hier dus nu een spiraal maken. Dus zo. Nu ligt hij wel over de andere baan. Denk je, kijk, nu gaan we hier eigenlijk door de baan heen, maar even een paar dingen tellen terug gaan, want hoop, een paar tellen terug, nog een paar tellen terug. En dan gaan we dus hier. Kijk, nu is hij ook weer helemaal kraké en krom. En zoals zo krom als iets. Wat we als eerste gaan doen is natuurlijk wel zorgen dat die baan omhoog gaat. Dus dat is natuurlijk al die mooie dingetjes, de bolletjes omhoog doen. Zodat we hier al sowieso de baan niet gaan raken. Je hoeft natuurlijk niet per se de baan wat ik hier maak na te bouwen. Maar dit is gewoon even om uit te leggen hoe het precies moet. En zo. Dan even kijken waar allemaal bolletjes zitten precies. Zo. Oké, we gaan heel de bocht pakken. En natuurlijk moet die mooi gesmoed worden. Want anders hebben wij geen goede spiraal. Als het nu gesmoed wordt. Want je ziet echt wel heel duidelijk dat hij hier bijna recht gaat. Hij gaat hier gewoon recht, hè. Vandaar dat die smooth overal op elke bocht moet toegepast worden. Want anders heb je geen recht of heb je geen goede dingen. En de timer gaat eigenlijk ook weer terug af. Want ik heb nog 5 seconden volgens de timer. En ik kreeg nu al een melding van een stopwatch. Maar ja. Maakt niet uit. We gaan even de baan afmaken. Hij geeft nu weer een melding.
maakt niet uit en hij valt. Nu stil, voilà. Oh, moet ik bijna. Ik had al alarm aan staan blijkbaar. Excuseer. Maar goed. We zijn bijna gesmoed en dan gaan wij mooi een einde maken. Want we zitten nu toch wel een stukje van het einde af, zoals jullie zien. En dit is het einde en dit is waar we nu zitten. Oké, de baan wordt gesmoed. Let goed op, naar, vooral naar dit en naar dit. Kijk eens. Perfect. Een spiraal. Nu moeten we alleen nog even checken. Als we de baan niet raken. En in mijn, ik denk dat het niet het geval is. Maar voor alle zekerheid druk ik de sprong weer op aan. Dus dat we helemaal weer naar het begin zijn. Voor alle zekerheid ga ik hem nog wat hoger opgooien. Want ik ben niet 100% zeker dat we hem niet gaan raken. En ik denk dat we nu wel 100% zeker mogen zijn van we niet. Dus moet ik nu eigenlijk ga ik gewoon de hele spiraal nog smooten. Vooral de safety. Dat die helemaal perfect is. Zie je hoe vaak het ook moet gebeuren. Het is altijd best dat je het een paar keer doet. Zodat je een perfect smooth hebt. Want nu zoek ik natuurlijk dat stuk wat we nu nog eens mogen herhaald hebben. Niet 100% recht. Want ja, het is wel recht, maar er zitten heel veel bobbeltjes in. Dus daarom moeten wij ook die bobbeltjes eruit halen met het smooth knopje. Dat is heel belangrijk. Goed, als dat gesmooth is, gaan wij een einde maken aan de achtbaan. Want ja, dat moet ook gebeuren. In de volgende aflevering gaan we dan de instellingen doen van de achtbaan en de ondersteuning en de omgeving een beetje toepassen. Ik denk dat we klaar zijn. Want we gaan. Maar ook, oh ja, de kleuren is heel belangrijk. Die we moeten nog toevoegen. De kleuren. Oké, okay, de smooth is gebeurd. Nu hebben we eigenlijk een hele shit. Want nu zit ik hier. Nu moet ik helemaal naar daarachter. Goed, we gaan eens even kijken wat we nu gemaakt hebben in deze twee afleveringen al. Nu ik vind die spiraal wel heel mooi. En ik ben benieuwd of je goed gedaan. We moeten de spiraal natuurlijk nog laten schuin hangen. Nu is het een rechte spiraal. We gaan hem naar de binnenkant laten toehalen. En misschien dat we daar een rivier of het water gaan toepassen. Ik weet wel nog niet hoe je water moet maken in No Limits. Dat moet ik dus nog uitzoeken, want ik heb nog nooit water gemaakt in No Limits. Goed, we zien heel veel groene bolletjes, maar dat is normaal. Dan zien we dat het hier al wat minder gaat. Hier gaat het maar heel rustig, hier zijn er nog geen toegepast. Hier wel af en toe al is. Voilà, we gaan eens kijken wat we gemaakt hebben. Hè. We hebben dus een heel mooie spiraal gemaakt. Kijk eens aan. Super, we gaan onmiddellijk terug en edge rollen. Ik denk dat we met deze aflevering toch niet te lang moeten gaan doordoen. We gaan de spiraal hier nog helemaal afmaken. En we gaan nu heel, we gaan nu wel de bocht wat minder rolletjes adden. Want nu moeten we op beperkte stukken maar doen als we te veel te veel dingen gaan instellen. En dat is ook niet leuk. Dat we te veel moeten gaan instellen. Kijk, komt er al wat rechter ook. Zo. We gaan dus terug naar het begin van de spiraal. Dat is hier. We gaan hier al dubbelklikken. En dan moeten we naar de binnenkant. Dus plus 10. 11. Ja, pak eigenlijk gewoon hier al. Van 10 naar 15 gaan. En dan we hier nog naar 20 gaan. En dan blijven hier dus op 20 hangen. 20 graden gekanteld. Nog eens 20 graden. Hup. Nog eens 20 graden. Nog eens 20 graden. Nog eens 20 graden. En dan hier nog eens 20 graden. En dan komen we hier weer recht. Ik denk dat we rechtstreeks in het begin al naar 20 overgaan, want dat is wel een beetje stom. Dat je eerst nog een heel deel, dat je eerst nog de eerste stukjes dingen in hebt. Dus 20. 20, apply is het eigenlijk. Dit is al 20 ook, deze is nog 0. Misschien dat we deze toch al voor 10 zetten zo. Goed, we gaan nu inderdaad al een heel pakje schuiner hangen. Goed, ik denk dat we het toch hierbij gaan laten voor deze aflevering, helaas. Maar volgende aflevering komt de baan af, we zien hoe ver we van het station zitten. En dat we in deze aflevering nog alleen... Deze aflevering hebben we dit gemaakt, veel weinig. Maar we hebben wel natuurlijk weer... iets gedaan. Ik dank jullie alvast voor het kijken naar deze aflevering van de No Limits Build Tutorials. Voor de volgende zullen jullie wel nog een week extra moeten wachten
aangezien ik examens heb, daar komt maandag, zoals ik gisteren zei, in de No Limits en nog een extra video over online. Ik ga het park opslaan. File, save. Is opgeslagen. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende build tutorial van No Limits.